We gaan het met u hebben over de Fiat Panda in de cross-uitvoering. En is dat nu een crossover? Nee, dat is die niet. Het is een echte 4x4. En waarom heet die dan niet 4x4? Eén, omdat een 4x4 nu eenmaal geen modebegrip meer is, want te veel CO2 uitstoot. En twee, omdat Fiat toch wel een aparte manier gebruikt om zijn voertuig op zijn vierwielen aan te drijven. En ze noemen dat de Torque on Demand Control. Dat wil zeggen dat de kracht gaat naar het wiel dat het beste kan gebruiken. En dat is meestal niet het wiel dat gaat doorslippen. Maar daar komen we straks op terug. De Cross is een kleine 4x4. En waarvoor is die dan bedoeld? Fiat zetten we een beetje in de markt als zijnde voor de urban jungle in de stad dus. En dat komt goed uit, want hij is maar 3,66 meter lang. Maar deze Cross is ook te gebruiken in moeilijke omstandigheden, want hij kan eigenlijk elk terrein aan. En dat heeft hij één te danken aan zijn laag gewicht, twee aan uitstekende banden die Fiat meelevert en drie aan zijn te lokken differentiële. En als we het toch over die differentiële hebben, Fiat heeft ervoor gezorgd dat die te sperren zijn. En waarom zijn differentiële te sperren? Omdat in principe een differentieel de neiging heeft om de kracht te sturen naar het wiel dat het minste weerstand biedt. En dat is meestal het doorslippende wiel. En daar heb je dus niks aan. Als je die kracht spert en dus 50% altijd naar elk wiel gaat, dan kan je je uit de meest hachelijke situaties redden. Fiat heeft dat ook mogelijk gemaakt omdat de Cross een behoorlijk vrije bodemruimte heeft van bijna 17 centimeter. En vooral omdat het koetswerk nauwelijks overhangen heeft. Zowel achteraan als vooraan staan de wielen vrijwel op de hoeken van het koetswerk. En dat maakt dat deze Cross bijzonder scherpe aan- en afrijhoeken heeft. Specialisten weten meteen wat we daarmee bedoelen. En mocht u zelf twijfelen, u moet maar eerst naar de achterkant van een bus van de lijn kijken. En dan weet u precies wat we met een afrijhoek bedoelen. Fiat geeft zijn Panda Cross twee motoren mee. Een diesel, een Multijet 1300 turbodiesel. Dat is niet de meest moderne motor van deze tijden. En hij is dan ook maar 80 pk sterk. Maar de Cross kan ook uitgerust worden met de Twin Air tweecilinder, 90 pk. En dat is een motor die al veel beter in deze tijden past. En om de kracht van die motor naar de vier wielen te versluizen, heeft Fiat een 5 versnellingsbak handgeschakeld ingebouwd. Fiat weet ook dat de meeste mensen nauwelijks weten hoe ze 4x4 moeten rijden. En heeft daarom een systeem ingebouwd dat het u mogelijk maakt om automatisch met de juiste verdeling van de krachten doorheen veld en wegels te rijden. Je hebt een automatische afdalingsmodus die ervoor zorgt dat de ABS en de ESP regeling voor een groot deel de remkracht overneemt, tezamen met het motormanagement. En je hebt ook een modus waarin je echt slechte omstandigheden kan inschakelen, zodat het motormanagement daarop afgesteld wordt en ook de ESP weer zorgt dat wielen nauwelijks doorslippen. Die ESP gaat trouwens ook bij de dynamische rijstijl helpen om niet te veel van uw spoor af te geraken. Hij zorgt dus voor een stabiliteitscontrole in bochten, zowel in sneeuw als in modder. Een auto van 3,66 meter, dan denk je meestal geen kofferruimte. Nou, dat valt in deze klasse eigenlijk nog wel mee. En Fiat claimt dat ze voor deze klasse van auto's de meeste kofferruimte te bieden hebben. Maar natuurlijk brengen we het grootste gedeelte van onze tijd die we aan onze of met onze auto besteden aan de binnenkant door. Laten we eens kijken hoe dat eruit ziet. Het is een beetje een wat recht toe, recht aan interieur geworden met eenvoudige materialen. Maar dat wil ook zeggen dat deze auto eenvoudig en makkelijk te onderhouden is. Maar verder heeft de bestuurder alles wat hij moet hebben. Een overzichtelijk dashboard, een fijne middenconsole, elektrische ruitenheffers, een airconditioning. Je zit wat hoger, je hebt een fijn uitzicht op het verkeer en op alle hindernissen die deze wereld te bieden heeft. Achteraan is geen zee van plaats, maar ik denk wel dat de meeste mensen zich daar behoorlijk op hun gemak zullen voelen. Stoelen zitten goed, pook en allerlei nevenattributen staan opgesteld
waar ze moeten opgesteld staan. Kortom, wat wil een mens meer? Trekhaken! Maar ook daar heeft Fiat aan gedacht. En dat zijn bepaald forse exemplaren die hier links en rechts aan de voorkant onder de bumper uitsteken. Een fijne, moderne bumper met ledlampjes. Maar het maakt toch dat deze Cross, gesteld dat u zich te ver gewaagd heeft in uw avontuurlijke rit, toch weer makkelijk op het droge dan wel het bereidbare te trekken valt.